Vandaag heb ik de presentatie en ik heb gisteren wel geleerd. En we hebben dingen uitgeschreven en weet ik veel wat allemaal. Ik hoop dat ik het goed ga doen, laat het zo zeggen. Want ik vind dit dus wel echt de meest spannende presentatie die ik ooit heb gedaan. Ik kan ook zeggen dat ik je safety blanket ben, hè? Dat ik gewoon in je nek kan hangen. Eerst gaan we natuurlijk nog even een ontbijtje chappen. Morgen ga ik bread pudding proberen. Oh. Je moet nog iets te wensen overlaten. Nou, we gaan op weg naar de plek waar ik moet presenteren. Het is een soort van theatertje. Het is iets van 10 minuutjes lopen van waar we zitten. En ik ga daar nog even goed lezen wat ik ga zeggen. Want ik weet het allemaal wel. Maar eigenlijk ook niet. Ja, ik weet het niet. Nee, gewoon zenuwen toch? Is zenuwen, ja. Het ging niet helemaal zoals ik had gehoopt, maar het ging wel goed. Er ging iets met de microfoon mis en toen was ik eruit. Maar goed, maakt het niet zoveel uit. Maar wat wel leuk is, is dat ze heel enthousiast ook waren over het juniorspel. Mm-hmm. We waren er heel enthousiast over, dus dat gaan we ook nu nog verkopen, wat heel leuk is. En ja, het was gewoon uiteindelijk wel een fijne, relaxed aangelegenheid. Ik maak het zoveel groter in mijn hoofd als dat het is. Ja, het was helemaal niet zo officieel en zo. Ik had het veel relaxter kunnen doen. Ik denk dat als ik niet zo vast had gelegd, dan had ik het wel gelukt. Ik heb gezegd wat ik wilde. En deze mooie mensen support was bij me. Ja, ik heb knopjes gedrukt. Mag ik even iets zeggen? Ik probeer er nog iemand. Wat is jouw achternaam sinds kort? Ritstier. Wij gaan nu even naar het hotel, even spulletjes bij elkaar rapen en dan gaan we richting het centrum. Is Sophie er al eigenlijk? Ik heb nog niks gehoord. Ook van niet. Nee. Wat een ontlading is het altijd als ik dan klaar ben met zo'n presentatie. Ik moet niet zeggen dat het fout ging, want het ging ook niet fout. Het ging echt best wel oké. Alleen voor de volgende keer moet ik gewoon kaartjes overboord en gewoon praten, want ik weet wel waar ik het over heb. Ik weet toch wel waar ik het over heb. Ik wist het ook wel, maar op een gegeven moment ging ik maar naar die kaartjes lopen kijken. Voor mij heeft ze het nog niet door, schat. Nee, ik denk niet dat ze het door heeft, inderdaad. Oh, nee, joh! Jezus! Wat erg! Ik stop met hun. Ja, we zijn. Ik heb een mondje van haar kijken. Goed, goed. Ja, zeker. Gangetje. Als je met Sophie afspreekt, is het altijd. Word je altijd gefilmd, ja. Toch? Ja, dat weten we ondertussen. Ja. Zien we ook wat ons best uit, toch, schat? Ik heb het twee keer niet gebruikt. Twee keer niet, nee. Ik heb nog beeldmateriaal van jullie. Jeetje. Sophie zegt net dat ze vindt dat ze meer in het moment is als ze aan het filmen is. Maar ik ben het daar dus echt niet mee eens. Een hele interessante kwestie is dit. Ja, je bent gewoon minder in het moment, want je bent bezig met filmen. Nou, het is meer dat ik in het moment denk, oeh, dit is zo'n goed moment. Laat ik mijn camera pakken om het vast te leggen. Dan ben ik er extra in. Nee, dan ben je juist weer uit het moment. Of ik heb gewoon een gespleten persoonlijkheid. Dat sowieso. Nu staan we dus te haasten om allemaal shots te maken. Hé, hey, dat moet je niet vertellen. Nee. We zitten hier al 3 dagen. Jij kan me ook gewoon shots doorsturen van jou die ik gebruik mee. Nou, denk ik niet, gek. Daar heb ik heel de dag voor lopen werken. En dan krijg jij het een beetje. Maar goed. Waar wil je heen? Ik loop achter jullie aan. Nou, wij lopen meer. Jij loopt vooruit. Wij lopen achter jou aan. Achter mij? Ja. Oeh, kerk, wacht even. Je bent niet in het moment, toch? Eerlijk, laten we eerlijk zijn. Vind je me niet in het moment? Nee, ik vind je echt niet in het moment. Ze zijn wel Sophie's Place. Sophie's Place. Oh, dat is hem. Ja, hebben ze die nog steeds? Dat is leuk. Ja, dat is er nog steeds. En dat is. En waar maken we een thumbnail? Jezus. Waar wil je de thumbnail? Gewoon gezellig. Alsof je nieuwe lover voor je staat. Safe trip. Ja, jullie ook. Komt goed. Dankjewel. En ik hoor wel weer een voice straks. Is goed. Is goed. Nou, wij gaan richting het hotel. We zijn een beetje klaar mee. Beetje vermoeid na de presentatie, moet ik zeggen. En we wilden nog wel wat gaan eten, maar het is nog niet echt tijd. En heel veel dingen zijn nog dicht ook. Dus we gaan wat bestellen in het hotel. Dan kunnen we daar gewoon lekker relaxen. Ik zie het bouwbunk gekante eend. Ja, maar ze hebben meer buns. Bouwbunk varkensbuik.
We zijn aan het kijken wat we willen bestellen. Ik ben helemaal ingestort. Maar ik heb ook 2 nachten niet heel lekker geslapen, omdat ik zorgen maakte om die presentatie. Maar ik denk dat ik wel toe ben aan een klein stukje vakantie. Sowieso de laatste weken denk ik al van oké, ik vind het wel fijn als na de kerstdagen ik gewoon een paar weken even niks ga doen. Mm-hmm. Of niks ga doen, in ieder geval eventjes niet filmen en even geen druk achter mezelf zet. Er komen alleen podcasten nog online, denk ik. Maar als ik dat ook niet red, dan is het ook maar zo. Maar ik wilde vooruit werken, maar dat gaat gewoon niet werken. Dat wil ik volgend jaar misschien wel doen, maar ik denk dat gewoon in januari ik een paar weken even niet plaats. Of weinig plaats in ieder geval. Wow, ze hebben nu zelfs erbij staan dat je hoeveel procent scoren het krijgt, het recept. Of het gerecht. Maar kijk, dan zie je erbij staan dat bijvoorbeeld de Ono Noodles 86% vindt die echt top. We hebben wat besteld hoor. Het ziet er allemaal wel lekker uit. Het is ook wel veel. Waarom bestel ik altijd te veel? Omdat je een trek hebt dan als je bestelt. Ja, dat is echt vervelend. Ik bestel zoveel. Maar dit ziet er allemaal goed uit hier. Bouwbunnetjes, kiosa's, heel veel sushi. Ziet er wel heel lekker uit allemaal. De bouwbunnetjes. Ik heb nog nooit zoveel thuisbezorgd in een andere stad gedaan. Nee. Het is bijna een vet benieuwd video. Dat we geen zin hebben om buiten de deur te eten. Nee, ook echt geen zin. Sushi ziet er goed uit trouwens. Ja, die bunnen ook trouwens. Kijk er voor het eerst naar. Wow. Is dat lekker? Goed gezout, maar ook beetje rokerig qua smaak. Heel lekker. Oh zo, dit is heel lekker deze. Wauw, oké. Dat is 1. Ga ik deze proberen. Verschillende, dus ik weet niet welke je hebt. Heel rijk qua smaak. Oh, die is nog lekkerder dan ik net had. Is die nog lekkerder, ja? Ja, deze moet ik nu eten. Met gehakt erin. Verse kruiden. Het smaakt heel vers allemaal. Oeh, deze is echt lekker. Dit is bijzonder. De buitenkant is crispy. Lijkt alsof het in de frituur is geweest. Ik vind hem net iets te vissig wel, qua smaak. Ja, ik ook. Nou, dat is wel niet teleur in ieder geval. Dat is heel fijn. We moeten volgend jaar, als we een auto hebben, echt een keer in Nederland. En slechts een beste thuisbezorgd in een andere stad doen. Aha. Dan gewoon ergens op een parkeerplaats staan en laten we dat bij bezorgen. Deze vinden we iets te vissig. Ik vind de sushi toch iets minder. Ik vind die andere dingen echt een stuk lekkerder. Maar goed, alsnog best wel lekker. We gaan ontbijten en ik ga dus eindelijk weer bread pudding proberen. En die brownie wilde ik ook proberen. Dat is niet echt ontbijt, maar het is de laatste dag, dus het moet even van mezelf. Bread pudding. Nog nooit op. Ik weet ook niet wat het is. Oh, het ruikt naar kaneel. Het is wel lekker. Beetje vanille, beetje kaneelachtig. Alleen structuur vind ik niet helemaal geweldig. Het lijkt een beetje op een brownie, maar toch net niet. Niet helemaal mijn ding. Maar de brownie ben ik wel echt benieuwd naar. Die is smeuïg en zoet. Chocoladestukjes erin. Maar meer fondant aan de onderkant en een beetje kekerig aan de bovenkant. Ik zit even na te denken. Zouden we dit ook wel aanraden? Denk het wel, hè? Zeker. Best wel een rustige buurt. Het is best wel dicht bij het centrum. Met de tram ben je er echt binnen nog geen 10 minuten volgens mij. Aanrader. Nu gaan we richting huis. En dan zien we Freek. En Freek heeft iets... Nou, dat heb ik volgens mij al gezegd in een video. Maar dat weet ik niet zeker. Maar Freek heeft iets gekregen van een zus van Guylaine die op hem paste. En we hebben dus een ding, hè. Hier zie je een soort van kunst. En Guylaine denkt dat dit dus weggeschuurd is. Maar ik zie overduidelijk dat dit de bedoeling is. Want ze hebben wel een soort van de potloodlijnen weggehaald. Maar niet de andere lijnen. Ja, ik vind het ook niet mooi. Maar dit... Kijk, je ziet hier nog een soort van lijn zitten die er geschetst is. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit het originele plan was. Van hey, ik kan dit. Ik ga mooie kunst maken voor de kamers. En dat ze een jaar later dachten van... Laat maar. Ja, maar dan zou je het toch... Toen zijn ze naar dit gegaan. Nee. En toen hebben ze gedacht van schuurspons eraf halen. Kom eens hier. Er is er nog geen, hè? Nee. Dit is echt oprecht eraf geprobeerd te halen. Nee, dat is water wat er overheen is gekomen. Kijk maar, dit is eraf gedruipt. Nee, dat het niet mooi is, dat ben ik met je eens. Maar dat is echt de bedoeling hoor. Nee, als ik dit erop zou hebben staan, zou ik echt denken van... Kijk schat, dit is eraf... Je ziet het aan de lijnvoering. Wat gaat helemaal mis hier ook? Ja, maar je ziet het aan de lijnvoering ook dat het niet goed is. Nee, het is niet strak. Het is gewoon niet mooi gedaan. Maar ze hebben het er niet af proberen te halen. Dit is gewoon de manier. Ik denk dat het een foutje was en dat ze het af hebben proberen te halen. Nou ja, het is een foutje. Is het zeker. Maar dat betekent... Ja, misschien heeft de gast dit wel gedaan. Nee, schat. Echt niet. Dit als schat, nee. Dit is echt... Kijk maar. Dit is echt hoe ze het wilden hebben. Ga jij het vragen of niet? Nee, tuurlijk niet. Nee. Zo, groot tas, meid. Ja, het is allemaal van jou, hè?
Nou, denk ik niet gek. Ik heb niks gekocht. Ik heb trouwens echt niks gekocht. Nee, maar dat komt omdat er niet zoveel camerawinkels waren, schatje. De laatste keer dat we hier waren, zeiden we nooit meer met OV. Mm-hmm. Ik denk dat dit de laatste keer met OV is. Ja? Zo? Denk het wel. Ik denk het wel. Afijn, een jaar later. Zitten we weer. In de trein. Ja, de trein is ook helemaal... Dat is best wel chill eigenlijk hoor. Als het gewoon normale drukte is. Als normale drukte is de trein heel chill. Je gaat zitten en je bent er. Ja, en het komt ook echt gewoon heel erg in het centrum natuurlijk. Met een auto is het toch lastiger in het centrum rijden. Ja, en het is duurder. Ja, nou ja. Parkeren. Ja. Nee, maar ik bedoel, mensen zeggen altijd van... Ja, het is goedkoper met openbaar vervoer. Maar ja, het is ook een stuk minder op je gemak zit je, toch? Minder relaxed, ja. Dat klopt. Ja. In een auto zit je met z'n tweeën. Kun je overal stoppen waar je wil. Dat is een heel ander verhaal. Kun je langs een... ergens een wc opzoeken. Benzinepomp. Ja. Dat is ook niet heel schoon, hoor. Snackie halen, dat kan wel. Ja, niet heel schoon. Maar de trein is meestal één grote strontpot. Dat is ook een show. Zo, Freekie. Hey. Hey. Kijk, hij is, het is een kerstding. Wat leuk, schatje. Vind hem leuk. Goed voor jou. Ja, oh. Nou, nu gaat hij er even niet in. Maar hij heeft er volgens mij heel de tijd ingelegd, want ik zag het op de camera. Een balletje, Freek. Hey. Wat leuk. Ja, daar doe je niks mee, hè? Dat dacht ik al. Is er nog iets leuks, bijzonders binnengekomen, meid? Hoe kom je inbraken in je woning? De deur op slot doen. Zelfs dan krijgen ze hem open. Voorlopig is het even de laatste vlog. Ik heb even vakantie. De komende weken zal alleen de podcast nog online komen. Tot volgend jaar.